Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me heel erg graag aan bij de felicitaties die u al gaf aan de initiatiefnemers. Heel erg terecht. Ik zal daar zo nog wat meer over zeggen. Ik sluit me ook graag aan bij de woorden van de heer Sinot. Het is echt een unieke dag waarop we ook een historische wet bespreken. Uniek. 7 partijen die samenwerken en historisch. Zeker ook vanuit het perspectief van mijn partij die al 29 jaar ijvert voor een adequate aanpak van klimaatverandering. Dat er nu ook een wetsvoorstel voor ligt dat zoveel kabinetten en parlementen gaat binden aan het zo belangrijke doel om in 2050 minimaal 95% CO2-reductie gerealiseerd te hebben. Klimaatverandering is de grootste uitdaging waar wij als mensheid op dit moment voor staan. De opwarming van de aarde is het directe gevolg van ons eigen handelen. Vanaf de industrialisatie hebben wij dermate veel broeikasgassen uitgestoten dat als een direct gevolg daarvan de gemiddelde temperatuur op aarde al structureel 1 graad hoger is geworden. En we zijn inmiddels al hard op weg naar de 1,5 graad. En we zitten in een trend, gisteren helaas met het hele slechte nieuws bevestigd, dat we 2,7% meer CO2 hebben uitgestoten, hoger dan ooit. We zitten op een trend in de richting van 3 graden Celsius. En zelfs als we erin slagen met al onze inspanningen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, om onder die 2 graden te blijven, dan nog voorspellen de IPCC-wetenschappers dat dan 95% van de koraalriffen zijn afgestorven. De schade neemt nu ook al ziende ogen in de wereld toe. We zien op grote schaal verlies aan biodiversiteit, tropisch regenwoud, vruchtbare landbouwgronden die verdwijnen, eilanden en delta's die steeds vaker overstromen, de verwoestijning rukt op, bosbranden vermenigvuldigen zich en steeds meer mensen worden hierdoor gedrongen om zich te evacueren of zelfs te emigreren. Zelfs als het de wereldgemeenschap gaat lukken om die 2 graden te halen, dan nog is er al heel veel schade. En zullen wij met ons beleid ook hen moeten bijstaan die daardoor worden getroffen. Ook in onze buitenlandse politiek en in onze migratiepolitiek. Vele studies hebben inmiddels aangetoond dat de directe materiële schade en economische krimp als gevolg van niets doen veel groter zullen zijn dan de kosten van tijdig en adequaat ingrijpen. En er zijn 3 redenen waarom Nederland en de rest van de wereld zo worstelt met dat tijdig ingrijpen. De aanpak van klimaatverandering gaat ten eerste gebukt onder de tragiek van de horizon. Het is een ramp die zich tergend langzaam, maar schier onontkoombaar aan het voltrekken is. Waardoor het op korte termijn een enorme uitdaging is om het juiste niveau van urgentie en actie te realiseren. En in die zin bevindt ieder van ons zich in de spreekwoordelijke situatie van de kikker die maar niet voelt dat de temperatuur in de pan gestaag aan het stijgen is. Ten tweede gaat de aanpak van klimaatverandering gebukt onder de tragiek van de meent, beter bekend als Tragedy of the Commons. Het is nog veel te gemakkelijk, zeker voor grote vervuilers, om de externe kosten van hun uitstoot af te wentelen op de gemeenschap. Het loont op de korte termijn om een free rider te zijn en de ander voor de kosten te laten opdraaien. Dat geldt voor rijke burgers, voor grote bedrijven, maar ook voor overheden met een fossiel-intensieve economie. Allemaal hebben ze de neiging met het argument van dreigend verlies aan inkomsten op de korte termijn de kosten voor een tijdige aanpak van klimaatverandering op het bordje van anderen te leggen. Liefst zoiets abstracts als de hele wereldgemeenschap. En ten derde heeft de aanpak van klimaatverandering te lijden onder de tragiek van de grootschaligheid. Vooral sinds de industrialisatie is koolstof een van de allerbelangrijkste pijlers onder al onze economische en technologische ontwikkeling. Daarmee raakt het reduceren van CO2-uitstoot vrijwel alle facetten van ons leven. Niet alleen hoe wij energie opwekken, maar ook hoe wij ons voedsel produceren, onze producten maken en ze transporteren. Hoe wij ook onszelf vervoeren en hoe wij onze huizen en nutsvoorzieningen verwarmen. En hoe wij aan de kracht of de stroom komen om al onze apparaten en productiemiddelen te laten draaien. Dat allemaal tegelijkertijd in een grootschalige transitie aanpakken is complex. Niet alleen technisch, maar ook als het gaat om de verdelingsvraagstukken. Wie wordt voor welke reductie verantwoordelijk gehouden? En hoe worden de lusten en lasten exact en eerlijk verdeeld? Wat vandaag een unieke en historische dag maakt, is dat de initiatiefnemers gezamenlijk een grote stap hebben gezet om in weerwil van die 3 tragedies
een substantiële stap vooruit te zetten om een reductie van 95% CO2 in 2050 daadwerkelijk te bereiken. Door doelen en een verantwoordingskader neer te leggen dat vele kabinetten, ik zei het al, en Tweede Kamers na ons bindt aan een tijdige en toekomstbestendige aanpak van klimaatverandering. En daarom ook mijn welgemeende complimenten dus. Ook aan Diederik Samson en Jesse Klaver die het eerste een initiatief namen. Maar uiteraard ook aan Rob Jetten, Sandra Beckerman, Carla Dick Faber, Lodewijk Asscher, Dylan Jezielges Segerius en Agnes Mulder. Die het tot zo'n breed gedragen en gezamenlijk initiatief hebben gemaakt. Van links tot rechts. Van VVD tot GroenLinks. Van liberaal tot confessioneel. Samen hebben zij succesvol de handen ineengeslagen. En ook mijn complimenten voor minister Wiebes. Ik zie hem bijna niet, maar hij heeft niet alleen in woorden, maar ook in daden de hand naar de oppositie uitgestoken. En waardoor deze unieke samenwerking ook tussen coalitie en oppositiefracties mogelijk is geworden. Ook hem dank ik van harte. En dat geldt uiteraard ook voor de harde werkers op de achtergrond. Die echt met raad en daad de initiatiefnemers hebben bijgestaan en dat ook in dit debat zullen doen. Dus veel dank ook aan Dominique Krijns, Thomas Smolders, Jorian Bordes en Michel Crèvecoeur. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, sorry. Mijn Frans is niet perfect. De kracht van dit wetsvoorstel is dat het in heldere taal een duidelijk meerjarig kader schept. Er zitten veel ambities in deze wet van 7 initiatiefnemers, die samen met hun kamerfracties 113 zetels vertegenwoordigen. En ik heb er alle vertrouwen in dat het hen zal lukken om via dit debat het aantal Kamerleden dat deze wet steunt nog verder uit te breiden. Voorzitter, Nederland is een land dat als een van de eerste haar industrialisatie begon. Daarmee zijn wij vanuit historisch oogpunt, zeker per hoofd van de bevolking, een van de landen die de grootste verantwoordelijkheid in de wereld dragen voor die klimaatverandering. En deze verantwoordelijkheid wordt soms aan het zicht onttrokken als je in de klimaatdoelen alleen nadenkt over de uitstoot die nu per jaar plaatsvindt per land. Maar wie terugkijkt in de tijd, ziet dat de historische uitstoot van Nederland nu op een vergelijkbaar niveau ligt als dat van Indonesië. Een land met ruim 264 miljoen inwoners. Dat is meer dan de helft van alle inwoners van de Europese Unie, die net zoveel hebben uitgestoten als wij met onze 17 miljoen. En het is om die reden dat wij het zo belangrijk vinden dat het CO2-reductiedoel in 2030 eigenlijk nog verder wordt opgevoerd. En we juichen ook toe dat het kabinet zich inspant om een Europese kopgroep te vormen die toewerkt naar een CO2-reductie van 55%. Zoals bekend was dit ook het doel in de oorspronkelijke initiatiefwet die PvdA en GroenLinks samen hebben ingediend. Nu ligt er echter een gouden kans om een brede parlementaire meerderheid te verzilveren voor een grote stap voorwaarts. Een stap die van minimaal 49% in 2030 leidt naar een CO2-reductie van 95% in 2020. En een stap die op dit unieke moment in de tijd het mogelijk maakt om echt te ontsnappen aan de tragiek van de horizon, van de meent en van de grootschaligheid. Die kans kunnen en moeten wij ons niet laten ontglippen. We zullen elkaar met verve en veelvuldig de maat gaan nemen hoe we vervolgens de in deze wet vastgelegde doelen gaan halen. Er wordt nu onder zeer grote druk onderhandeld over het klimaatakkoord. En helaas zijn hier de drie oppositiepartijen onder deze initiatiefwet wat minder direct betrokken dan de coalitiepartijen. Maar als dat akkoord er komt, zullen er vast nog veel kamerdebatten volgen over hoe en wanneer we welke instrumenten gaan inzetten om deze doelen te behalen. Maar dat we ze gaan halen, dat delen we. Het is daarom ook heel goed dat deze klimaatwet ook regelt dat de voortgang goed gemonitord wordt. Dat dit gebeurt door een onafhankelijke rekenmeester, te weten het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat die monitoring gecombineerd plaatsvindt op zowel de nationale klimaatdoelen als de doelen waaraan Nederland in de Europese Unie is gebonden. En ook is het nuttig dat hierop en op de kabinetsreacties onafhankelijk wordt toegezien door de Raad van State. Mijn fractie vindt het ook uit oogpunt van draagvlak een grote vooruitgang dat er met deze wet op de vierde donderdag van oktober een klimaatdag gaat plaatsvinden, waarop alle resultaten, adviezen en mogelijke aanpassingsvoorstellen vanuit het kabinet publiek worden. Dit is daarmee het enige integrale beleidsthema dat naast Prinsjesdag en Verantwoordingsdag een eigen parlementaire dag zal gaan kennen. En terecht. Want de omvang van het klimaatvraagstuk verdient het dat minstens één dag per jaar de hele samenleving betrokken wordt bij de voortgang die we gezamenlijk geboekt hebben.
En voor alle belanghebbenden is het nuttig dat er betrouwbare informatie blijft verschijnen, die ons informeert over de voortgang van de CO2-reductie, maar ook over verschuivingen in lusten- en lastenverdeling, die mogelijk nieuwe reparaties of toepassing van meer dwingende instrumenten noodzakelijk maken. Daarbij vindt ook GroenLinks dat het belangrijk is de noodzakelijke beheersing van de totale transactiekosten hand in hand te laten gaan met een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lasten. Daarbij is het wel cruciaal om op kosteneffectiviteit te bezien vanuit het perspectief van 2050. Want er zullen opgaven zijn die qua omvang en benodigde capaciteit in de uitvoering zo groot zijn dat je er eerder aan zult moeten beginnen dan het moment waarop de grootste kostenreductie in die techniek al bereikt is. En ik hoor graag of de indieners dat met mij eens zijn. Ook wil ik hun vragen of zij kunnen bevestigen dat het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State in staat zijn om de wet komend jaar al in de praktijk te brengen. En hun bevindingen tijdig te kunnen presenteren op donderdag 24 oktober 2019. Verder heb ik nog één vraag aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. In deze wet is geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten op de systematiek die in de Europese Unie is afgesproken rond de zogenaamde integrale nationale energie- en klimaatplannen. Recent ontvingen wij van hem een eerste proeven van deze Nederlandse INEC. En al eerder nam de Kamer daarover een motie aan van mijn hand waarin gevraagd werd om de INEC ook op te nemen hoe fiscale prikkels ten gunste van fossiele energiebronnen stapsgewijs worden afgebouwd. Daarover trof ik nog weinig aan in het concept. Zal hij hier in de definitieve versie meer aandacht aan besteden? Dat zou ik graag horen. Voorzitter, ik sluit af. Mijn partij ziet deze wet als een enorme mijlpaal. Met dit brede draagvlak, en ik hoop vurig dat er nog meer fracties zich aansluiten, bieden wij de zekerheid aan huidige belanghebbenden, maar ook aan al onze toekomstige generaties, dat we er alles aan zullen doen om die klimaatverandering in toom te houden. En de indieners kunnen met recht trots zijn op hun werk tot nu toe. En ik wens hen heel erg veel succes bij de repliek over 2 weken. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk Kamerleden deze wet en ook aan de overkant zullen steunen. Dank u wel.